Yeah.
staan voor hun laatste man. Nou, die is ook op de evenementen die wij hebben, dat andere weg. En mensen die komen kijken in. Dat gaat over de kids. Nou, we nemen even een break van 5 minuten hoor. We gaan even wat doen. Thank you.
Dames en heren, nogmaals hebben we van alles in de catering tent. We hebben een heerlijk hekken veld in de zin. Alle ingrediënten zijn er deze op een spectrum manier van de lucht.
die onderop rijden. Ze kwamen uit de windplaats. Dat betekent dat jou een heel dun race zijn met die kwartjes in dat schip al hard weg. Thank you.
dus je moet erop stoppen. Stop. Nog een jaar, hè? Ik heb het niet.
Thank you.
Maar we gaan alle brommers
Lucas aan de kant zetten. Dus hier aan deze kant gaan we brommen zetten. En aan deze kant gaan we brommen zetten. Kijk, hoofd stoppen. Ik leg het even uit, ja, rustig aan. Dus dat betekent dat ik het publiek ook even nodig heb om hier wat brommers vast te zetten. En ik denk dat ik het publiek ook nodig heb aan de andere kant om wat brommers even vast te houden. Dus als er vrijwilligers zijn die even over de kant van de klok staan, gaan we dat doen. Dus als we hier een paar mensen hebben tussen de paaltjes en hier, ja, kom er overheen. Kunnen jullie even op die kant staan. Dus aan twee kanten krijgen we een rij met brommers. Wij doen eigenlijk een beetje op naam. Boodschap van de boerendag, alleen wij doen het dubbel. Ja, jullie kijken er altijd aan, jullie vinden het allemaal niet leuk. Nee, ik weet het niet. Ja. Anders is het, maar ja. Ik zie ook allemaal gezichten hier bij me zitten. Die gewoon de hele dag niet gereden hebben. En die gewoon nu die helm eens komen doen. Weet je wel, dan denk ik, ga je een paar slagen, hoe zacht je beginnen. Dus, ik nodig jullie uit om gewoon je brommen neer te zetten. Dus, dat is vanaf hier. Ja, dat mag je uit. Ja, goed meneer. En ga je vooraan staan of ga je achteraan staan? Dan gaan wij nu